Ja, lieve vrienden, dit moet dan het nieuwe gemeentehuis zijn van Den Helder. Dat de gemeente Den Helder heeft het dus gewoon lekker door onze strot geduwd, want wij wouden dit niet, de bevolking. Nee, net zoals het zootje in Den Haag, ze duwt gewoon door je strot heen, ja. Maar ik draai me weer om en ik zie dit gebouw hier staan en wat zie ik? Dat is een kapsalon. Ik vind dat zo eeuwig zonde, dat hoort in het centrum thuis. Niet hier, dit is niet het centrum. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag, de 2e van de 9e 2023 en het is 15:51. Ik ga weer eens een keer een loopje doen met mijn meisjes. Ik ben boven bezig geweest met de was, etc. Hou eens op. Niet doen, hè. Word je lelijk van. Ja, jullie allebei. Ik heb net ook even de bank weer geprobeerd schoon te krijgen met dit apparaatje. Want de rijkaar, nou ja, die plopt op en met. En ik heb er gisteren helemaal gekamd. Geen vloot te bekennen, want met een vlooikam kam ik haar. Maar helemaal totaal geen vlooi te bekennen. Elwin is gisteren door Sky helemaal met de föhn uitgeblazen. Dus ja. Dus die is ook een heleboel haar kwijt. Dus ja, ik weet het niet hoor. Maar ja, haren, losse haren, ja, je krijgt er niet alles uit met kammen en met blazen. Dus ja, wel heel wat natuurlijk. En Rijka, die, ja, ik heb het wel eens geprobeerd hoor, ik doe het zelf ook wel eens, dan zet ik haar in de stoel en dan blaas ik haar ook. Maar je hebt wel houden en keren, ja. Elwing die blijft wel af en toe loopt ze wel eens weg, dus daarom neem ik haar dan wel aan de riem van Frodo nog en dan de eigen halsband en dan up erbij. Dan loopt ze ook, kan ze ook niet weglopen, maar... Dat vind ik ze verder helemaal niet erg. Nee hoor, maar Rijka die, ja, die moet er niks van hebben. Dus, maar in ieder geval, ik ga even lekker met ze lopen. En ja, ik wil wel naar de dijk, maar er staan een heleboel te fietsen, weet je. En in het binnenwater ligt allemaal nog blauwalg, dus dat kan ik ook niet doen. Want je gaat niet je hondje bij blauwalg doen. Nee hoor, dat is ook weer zo ziek, hè. Ja, ik kreeg een gek vreemd foldertje. In mijn brievenbusje, yeah. Ongewild kidnapper, maar het heeft wel weer ook met onze lieve heer te maken. Maar ik ga dat boekje eens eventjes lezen, kijken wat het exact is. En zulke soort dingetjes is niet mijn geloof. Nee. Ik weet ook niet welke kerk het is. Mijn kerk doet dat niet. Nee, mijn kerk die doet dat niet. Dus ja, ik denk dat het gelijk al wel in de vuilnisbak kan. Maar in ieder geval, ik heb weer een hele lange rok aan. Dat is, die moet ik helemaal op mijn schoot leggen als ik hierop ga zitten. Dat is deze weer. Want hij komt al tot mijn enkels, maar hij is super wijd. Dus als ik hem nou hek hem dus leg is zo, maar dan gaat hij gewoon zo als een tentje over mijn benen heen. Ja. Ja, en ik zit een beetje in elkaar, dat valt ook te zien. Zo. Dus ja, dat dus allemaal. Maar in ieder geval, ik ga lekker met slopen. En dan gaan we lekker even genieten. Dus ik zeg, geniet een beetje mee. Ja, lieve vriend, ik ben net met de meisjes weer thuis en ik heb mijn jasje nog aan. Want die heb ik nou wel helemaal nodig, want ik ga even op de booster weg. Ik ga even op de dijk kijken. Ik neem deze niet mee, maar mijn mobiel ik wel mee. Dus ik film hier en daar misschien wel of niet. Ja, het is me net valt wat te beleven. En ik moet even naar de Voma toe.
Ik moet eventjes nog wat halen, want mijn tas die was gisteren te vol om dat nog mee te nemen. Dus ja, ga ik nog even een keer erheen. Ja toch, dat is geen ramp, nee. En Kandalf die loopt te zeuren, maar die mag niet naar buiten. Nee, nou eventjes niet. Straks als ik weer terugkom mag hij naar buiten. Ja, en dan mag hij naar buiten totdat het donker wordt. Nou, heeft hij nog heel wat eraan. Ja hoor. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ook van jullie dag, want het is prachtig mooi weer. Het is 20 graden, maar daar zegt hij op de computer 22 graden. Ik weet het niet meer, nee. Maar in ieder geval, het is wel lekker weer, zeker weten. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, dit moet dan het nieuwe gemeentehuis zijn van Den Helder. Dat de gemeente Den Helder heeft het dus gewoon lekker door onze strot geduwd, want wij wouden dit niet, de bevolking. Nee, net zoals het zootje in Den Haag, ze duwt het gewoon door je strot heen. Ja, en dan wordt er leuk beweerd van dat ze met het volk hebben gesproken. Nou ja, misschien 2, misschien 3, nou ja, zeg maar een handjevol, hè? Maar niemand was het ermee eens. En hij is afschuwelijk. Het zou in eerste instantie eigenlijk een hotel gaan worden. Nou ja, oké, beter een hotel dan een gemeentehuis. Hier wil je toch niet in trouwen? Ik in ieder geval niet. Al zou ik alsnog weer gaan trouwen. Wat er natuurlijk niet in zit. Maar ja, ik raad het ten zeerste af om hier in te willen gaan trouwen, of je moet er helemaal niks van maken van die dag, dat je in die spijkerbroek heen gaat en op een fiets, dan zeg ik oké. Okay. Dan kan het er nog mee door, maar als jij in een witte jurk als vrouw zijnde komt met je man aan je zijde in een heel mooi pak, wil je hier niet in trouwen. Nee, dat wil ik ook niet. Nee, dat gaat het hem echt niet worden. Nee, wie wel, ik vind hem afschuwelijk. Lelijk. Ja, echt waar. Ik heb mijn booster uitgezet, maar die zetten we weer even aan. Ik vind hem toch zo bizar lelijk. Echt. Ik vind hem zo bizar lelijk. Dit is toch niet waar je trouwen wilt. Kom op, mensen. Nou, ik dus niet hoor. Hoi. Ja, ik ben een vlochter, hè? Ja, moet je doen. Ik vind hem afschuwelijk. Dat is niet zo. Die telefoon hou je even bij mij in de buurt. Ik wil zelf niet een telefoon, oké? Ja, maar dat ben je wel. Daar ben je wel. Hé, hey, knappert. 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 Ja, je ruikt mijn hondjes, schat. Je ruikt mijn hondjes en mijn poezelbeekje. Hé, hey, wat ben jij mooi. Wat is het voor een hond? Dit is een Schotse herdershond. Een Schotse herdershond? Hebben we dat ook al? Oh, godje. Nee, die heb je al hier lang. Want Lassie kent iedereen. Ja, Lassie, ja. Maar dat is, en iedereen noemt dat collie. Ja. Maar het woord collie betekent eigenlijk in Keltisch, dacht ik, drijven. Oké. Okay. Dat is altijd schaapdrijver. Ja. En, maar de originele naam daarvoor is gewoon domweg Schotsherder. En wel een mooi beestje. Maar dat is niet dus. Maar ja, oké, okay, vrienden, daar kwam ik even voor. Ja, dat mag. Dus ja, ik wou dat even laten zien. Ja. We zijn weer even hier, waar die blauwe haai daar hangt. En ik ging kijken of het water schoon was. Nou, het is hier schoon, dus we kunnen ook met de meiden hier naartoe, ja. Maar ik draai me weer om en ik zie dit gebouw hier staan. En wat zie ik? Dat is een kapsalon. Ik vind dat zo eeuwig zonde. Dat hoort in het centrum thuis. Niet hier. Dit is niet het centrum. Dit ligt eruit. Dus ik vind het absurd. En als Heldenaarse zijnde, of Jutter zijnde, ben ik erop tegen dat ze het centrum leeghalen en het hier neerzetten.
in de oude, antieke, historische gebouwen. Laat dat zoals het is en zet er niet dingen erin wat er niet in hoort. Maar zet iets in wat ermee te maken heeft. En een kapper heeft niet met dit historische gebouw te maken. Nee, het heeft met de marine van vroeger te maken. Dus ja, doe je verhaal daarover. Zet daar iemand in die er verstand van hebt en doe dat. Ja, ik vind dit absurd. Wie verzint dit? De gemeente Den Helder. Ze moeten we na laten kijken. Echt. Waar? Ik ben zo... Ik schrok ervan. Ik denk, nou, wat is dit dan? Nou, dit doe je niet. Het gemeentehuis ook, dat duwen ze door je straat heen. Er zijn hier ook al, nou ja, restaurants. Had in de stad moeten blijven en niet hier naartoe. Dus, ja, uit het centrum vandaar, want het centrum, daar komen huizen. Ja, daar komen ook wel weer winkeltjes. Zoals waar V&D is, et cetera. Maar ik vind dit bizar, lieve vrienden. Echt, neem dat voor mij aan. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben weer thuis. En ik had jullie in principe mee, want ik heb gefilmd. Ja, zeker. Ik heb toch even een paar shorts weten te maken. Ik ben niet ver weg geweest. Ik ben hier niet op de dijk geweest. Maar wel op de overkant in mijn achtertuin. Ik heb jullie laten zien waar het gemeentehuis eigenlijk nu is, maar ja, daar zat ook een meneer, oh jee, daar kreeg ik een hele preek van, wat ik wel en niet mag vloggen. Ik zeg, ik weet wel wat ik mag vloggen. Ik zeg, ik ben nou eenmaal een YouTuber en ik ben al aardig bekend in Den Helder, maar jij kent mij waarschijnlijk niet, maar in ieder geval, ja, hij kent mij wel, maar hij wil gewoon absoluut, waar die ook is, niet in beeld. Ik zeg, nou, ik zeg, sorry, ik zeg, als ik ontdoor ga, ik zeg, en ik kom je tegen. Ik zeg, dan ga ik toch echt niet wissen of wat dan ook. Ik zeg, dan ga ik te snel voor. Ik zeg, dan ben je al niet eens niet meer te herkennen. Nou, en dan zal die wel te herkennen zijn. Dan nog, ik ben buiten, weet je. Hij weet de regels niet. Ja, maar je moet uitkijken, want stel je voor dat er iemand mij moet hebben die mij in elkaar wil slaan. Ik zeg, als je daar al bang voor bent, ik zeg, nee, een kwaad geweten. Ja, toch? Ja. Maar ik heb ook boodschapjes gedaan, dat staat daar. Ja, ik heb er ook eens een keer wat bij gehaald, wat ik anders nooit doe. En dat is wat koek. Ja, en er was ook wat in de aanbieding, dus dat heb ik ook meegenomen. Ik denk, nou, dan heb ik toch even weer wat te pikken bij de koffie. Ja, helemaal leuk. Ik ga mijn arm even insmeren, want de vel hangen erbij. Ik zal even dat scherpje omdraaien en jullie omdraaien. Dan hebben jullie wel niet mooi beeld, maar toch, even zien. Of jullie wat kunnen zien. Ja, daar zie je een hele vel loshangen. Zie je wel? Nou, en dat zijn ook kleine stukjes. Ja, eens wat te zien. Nou, dat dus. Dan gaan jullie weer omdraaien. Zo, en dan heb ik hier een tubetje zelf en daar kan ik het mee doen. Maar dat doe ik zo wanneer ik jullie weer heb afgesloten en de boodschap heb opgeruimd. Ja, dan ga ik het insmeren en dan gaan we weer vrolijk door, hè? Ja, dus, maar het komt helemaal goed hoor. Ja, ik heb er ook helemaal geen pijn meer aan, nergens. Ja, het jeukt hier en daar wat. Dus, maar ja, ik genees nou wat, dat dan gaat heel snel. Kan ik ook niks aan doen, nee. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet gewoon weer een beetje mee. Zo, lieve vrienden, dat ben ik weer eventjes. Ja, Sky en Patrick zijn even geweest. Tenminste, even. Ze hebben in ieder geval, ja, ik geloof 2 bakken koffie gedronken. Dus het was wel even gezellig. En Sky die heeft even voor mij de meisjes uitgelaten. En ik moest nog eten en al. Dus ja, ik ben, heb mijn eten klaargemaakt. Even warm gemaakt. En ik ben met een vlog bezig. Zoals jullie zien, ja, dus ja, die moet ook nog weer natuurlijk naar YouTube toe. En ja, ik ben dom, heel dom geweest van de week, al eerder. Er stond vandaag niet een vlog online. Ik heb verkeerd aan het rekenen geweest. Er stond wel een short en ik dacht, ja, je kijkt eens een keer niet goed, je bent moe, of je markeert wat of wat dan ook.
Dus ik dacht dat het een vlog was, maar bleek het een short te zijn. Maar die short heb ik wel gedeeld. Maar ja, er was geen vlog. Nou ja, jammer dan. Ik kan er niks aan doen. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. En ik zou zeggen, tot straks.